dan krijgen we zometeen de schaatsbaan van Midwolda. Die zit hier in het Midwolda bos. Maya Wildervuur, maar die vrouw is al overleden. Landgoed. Dus landgoed Ennemaborg. Hier hebben we ook de hertenkamp bij. Waar mijn opa vrijwilliger was. Ja, mijn opa die was daar vrijwilliger. Ik ben daar ook wel eens geweest. Ja, en mijn opa helpt me vroeger en zo en bij de kipjes kijken en de konijntjes. Ja. Hey, en, dit is een New Holland dealer. Dat is Korts, landbouwmachinisatie. Dat was eerst Bakker Ulrum. Korts, landbouwmechanisatie. Dealer van New Holland. Ja, mooi hoor. Nou, ik zal eens hem weer muziek aandoen, hè. Dan gaan we nu weer de we'll be right back.
weet wel, ik heb de bus goed volgepakt. Allemaal bananendozen en zo. Gelukkig heeft mijn collega dat goed voor elkaar, hè? Van Groningen. Alles in bananendozen, dan ben je zo volgeladen. Zo. Allebei weg met auto's, waar dat maar. We zijn nu in de stad Groningen, hè? Wat een drokte hier, jongens. De VN zegt opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Die locaties worden volgens de Amerikanen gebruikt bij het voorbereiden van aanvallen op schepen in de Rode Zee. Mensen in kraal. Lekker een beest uithangen met Kruidvat? Dat loopt natuurlijk helemaal uit de klauwen. Nu bij Kruidvat tot maar liefst 15 euro korting op de beste dierentuinen. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er... Ja, je komt steeds meer lotto-miljonairs tegen. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag. Nou, hier hebben we al verkeer geregeld. Word buschauffeur. Ja, dat wil ik ook wel, hè. Maar goed. Dit moment nog niet, hè. Ik wacht nog een paar jaar, hè, dan word ik buschauffeur. Er moet nog een wat meer mensen door de vaccinatie bedwelmd worden, hè. En dan komen wij vanzelf aan de beurt, hebben we vanzelf opgeroepen om te werken, hè. Het is gewoon een kwestie van tijd, hè. Dus ik wacht nog even, hè. Ik laat ze nog even uitmergelen, hè. We zullen een verlichting aan doen over. Mooi! Goeiedag, heem. Even kort videootje. We staan nu bij de... Ik zal dit wel even in het filmpje plakken, hè. Dat filmpje. Mooi. We staan nu bij een plekje waar ik verkeer geregeld heb, hè. Hier ben ik begonnen bij het station in Groningen, hè? Daar bij het stoplichten. Daar hebben we 2 weken lang hebben we daar gestaan, het verkeer geregeld. Hè? Dus ja, ik laat deze video wel even in een kleine videootje van hier van inediten. Hè? Mijn editor. Ik heb alles alweer uitbesteed, hè, aan de editor. Hè? Dus ja. Dus volgende week begint het sleepslangseizoen. En dan gaan we sleepslang bemesten filmen, of wat andere bemesters. Er zullen heel wat bemesters weer in het veld te zien zijn, hè. Dus dat komt vast goed, hè. Mooi, we gaan hem weer rijden, hè. Mooi. Nou, dat ding die ruikt ook. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Dat is hier waar, hè. Met stoplichting en alles, hoor. In die stad Groningen. Ik weet niet hoe lang dat mijn camera nog volhoudt, want hij is voor mij niet bij aan het laden. Ik heb de laadkabel eraan zitten. Hè. Voor mij functioneert dat niet helemaal. Dat wordt weer een editwerk, jongens. Van hier tot Tokio, hè? Vooral lange video's, hè? Duurt langer met editen, hè? Dus ja, ik zal even opletten op mijn voorganger. Brommetje, hè? Brommetje. Hij gaat weer ruiken, jongens. Oh, die dingen die gaan altijd als de brandweer, jongens. Ja. Die dingen gaan als de brandweer. Nou, hier is hij weer, hè. Dashcam video, hè. Groningen, Winschoten, hè.
Ja. Dashcam Groningen, Winschoten. En we hebben nog een rondje Midwolda Oostwold gedaan, hè, Winschoten. Vanmorgen, hè. Dus dit waren twee video's, hè, van dit. Ja, ja. Met wat versnelde beelden. We zullen kijken wat we gaan gebruiken, hè, maar... Ja, gas. Nou, dit wordt hem al niet meer. We zitten straks vooraan, hoor. Kunnen we er nog langs? Ja, we kunnen er nog langs. Kijk hier altijd een extra uit voor de ambulances en zo, want die rijdt af en aan, hè. Op dit moment valt het nog mee trouwens, maar ik heb wel een paar keer een ambulance gehoord. Hé, daar komen wij ook wel eens. Oh, oh, oh. Zie je er een zooi? Oh, dat is de jong van Huizingen. Kijk hier, een autopech. Of wat anders, ja. ANWB is erbij, kijk maar. ANWB. Wegenwacht. Oh, die had een lekker baan of zo. Met een oppomp met lucht. Wel een oppomp. Maar dit is een beetje. Dit wordt een beetje voorstateren van niks hoor. Ik denk dat de busbaan in blokkeren gaat. Zo. Achter ons, ik kan hem niet zien. Oh, dit wordt hem al niet meer. Nou, oké, okay, jammer. Maar helaas. Zijn er weer te wachten voor de rotonde, hè? Misschien zien we nog wel wat moois. Nou, die mag rijden. Ja, ik wil hier gewoon langs, hè. Ik kan daar natuurlijk ook gewoon, ik kan ook gewoon rechtdoor gaan natuurlijk, hè. Maar ik ga hier gewoon langs. Vind ik wel mooi. Ik denk, dat doe ik gewoon, hè. Paul. Abonneer allemaal voor meer mensen. Doe die dan duim omhoog. En like allemaal, hè. En dan tot de volgende keer, hè. Mooi. We gaan weer verder rijden. We rijden richting JP. Bij Jonge Neel rijden we nu langs. Houtplaat in bouwmaterialen. Dus gaan we de brug omhoog. Ik weet niet of daar hebben we er nog wel achter zit, maar goed, we rijden gewoon door. Per uur. Kijk, betonauto met pomp combi. Die neemt direct in wat beton mee, hè? Voor kleine klusjes, maar wel grote klusjes, hoor. Betonpomp. Kijk, onze verse vis. Ik kom straks bij Tesla langs. Ben je natuurlijk niet zo weg van Tesla. Maar het zijn wel mooie auto's, hoor. Ja. Oh, ik zou er wel een keer een rondje mee willen rijden. Dat wel. En ik zeg altijd maar zo, je moet alles proberen, hè. Ja, je moet alles proberen. Ja. En toeten bij Tesla. Ik ken wel iemand die er werkt, hoor. Die ken ik wel. Ik ken wel iemand die is daar verkoper, dus.
Ze werkt bij Tesla, maar ze heeft toch liever Volkswagen. Of Audi bedoel ik. Ze rijdt in een Audi. Ja. En ze heeft een Audi TT had ze ook. Maar die heeft ze nou niet meer volgens mij. Kijk, mijn corona staat hier. Een dier doos aan. Maar ik blijf wel eens op deze rijstrook rijden, want... Oh, ik ga wel in die kant op, dacht maar even. Ik neem een bijntje op schuim. Die wordt mooi hoor. Oh jongen! Hij moet op deze baan rijden, want tenzij er een ambulance of zo aankomt, maar... Hij moet op deze baan. Want moet toch daar zo iemand blijven, hè? Dan gaan we deze wel even voorbij. Die 460. Volvo V64. 460 pk heeft dat ding volgens mij, hè? Ga ze op die kleurgaas. Hoe laat is het eigenlijk? Ik ga eens even kijken. 4. Oh, 3 uur, ja. Oh nee. Ja, dat valt nog mee. Het is 3:15. Valt nog mee, dan zijn we nog snel door Groningen ingevlogen. Dat valt me nog mee. Oh, de batterij is ook bijna leeg. Maar dat maakt niet uit, je mag wel leeg gaan, want dan wordt die batterij ook een beter. Hè? Dat is alleen maar beter voor de batterij, want normaal maak ik eigenlijk nooit die camera leeg. Nee. Bijna niet voor, maar soms wel, hè. De motor, hè. De dikke aanhanger. Die moet wij hebben, zo'n aanhangertje moesten wij eigenlijk hebben, hè. Eigenlijk wel even, ja. Maar goed, die hebben we niet. We kunnen niet alles hebben, hè. Maar als een keer iemand is die een filmpje van wil hebben... En dan hadden wij gewoon een aanhangertje op in een leen van mijn paar keer paar dagen, hè. Kunnen we hem testen, hè. Dat willen we altijd wel doen, hè. Dus stuur hem een mailtje over, hè. Als je verkoper bent van een aanhangerbedrijf of zo in de provincie Groningen en je wil wat promotie hebben, dan maken we daar een mooie promotievideo van, hè. Dat zie ik wel zitten, hè, voor op YouTube. Dus dan moet je maar een berichtje doen en dan doen we dat wel even, hè. En misschien kunnen wij wel een samenwerkingscontract afsluiten, hè? Dat kan ook wel. En dan hebben we gewoon vast een aanhanger, hè? Dat is misschien nog wel beter, hè? Dat we een aanhanger voor de kringloop erbij hebben, hè? Maar ook gebruikte roddingbeen, dat maakt niet uit. Als mijn tandemmassa aanhanger is, hè? Met huif of zo. Maar ook tandemmassa weet, maakt me niet uit. Als je me niet langer is dan 3 meter, hè? Want dan moet je daarmee op de start komen, hè? En het mooiste is dat hij keep kan, hè, met schotten erop, hè. Want ik kan nog wel 2 aanhangers erbij gebruiken eigenlijk, hè. Maar goed. Met 1 aanhanger ben ik er ook al blij mee. Als je mijn keep aanhanger hebt, dan kunnen we daar papier in doen of metaal of zo. Dan kunnen we zo leeg keepen, hè. Eraf. Zo, die druk er ook voor, hè? Poh. Gas erop, meeuw. Maar die drukt hem gewoon voor die auto. Dat moet hij niet doen, eigenlijk. Hé, er komt een ambulance aan. Neem rustig. Ik heb mijn jaszaak. Ambulance. Kijk, ambulance. Nee, er liggen geen sirenes aan, maar goed. Ha, hij rijdt wel met spoed.
daar rijdt nog één. Zonder spoed. Maar dit zijn wel ambulances die met spoed rijden trouwens. Ja. Ja, ik heb vorig jaar 3 keer in de ambulance gelegen, hè? Naar het ziekenhuis, hè? Wat heeft hij? Vraag mij hem wel. Heeft hij de. Wat heeft hij wel voor lamp, man? Die vrachtwagen. De remligging of zo. Ja, ik weet het ook niet, maar. Lijkt wel of zijn remligging blijft hangen of zo. Ik weet niet. Kijk, een vrachtwagen met hijpalm, die is alweer leeg. Die weer op ver naar Friesland. Zijn laatste vraag, denk ik, voor vandaag. Oh, wij doen nog 1 vraag, maar dat denk ik niet meer. Er komt een dikke vrachtwagen aan van de wal, van de wiel of zo. Met containers. Kijk, nog een ambulance. Nou, er zit ook goud neer. Nou, wat deze heeft, weet ik niet, maar zijn remligging blijft voor mij hangen of zo. Straks ook een bij de benzinepomp bij hem draaf. Een beetje water hebben. Ik heb zo'n vrachtwagen van. Hij gaat hem weer inhalen. Met die Scania. Uit Friesland. Kijk, hij komt er zo voorbij vliegen. Van der Wal, transport. Ga eens erop, meeuw. Met die dikke Scania. V8 Power. Gas. We kijken, jong. Gas erop. Taxi erachteraan. Lange ambulance. Dat is al 4 ambulances. Ze rijden aan en aan met vaccinatieslachtoffers, hè? Ah, dat valt ook wel mee, hoor. Ja, als ik nog, als ze mij nog ambulancechauffeur zoeken, ik ben nog bezet beschikbaar. En ik ben niet gevaccineerd. Kijk, zo een moet ik hebben, mee. Daar kan je mooie YouTube-video's mee maken, hè, met die quad. Oh, die moet ik hebben. Daar kan je mooie video's maken. Cameraatje erachterop. Zo'n tabletje voorop waar je camera mee kan bedienen. Oh, ik zie het al helemaal voor mij, hè? Dat wordt professionele video's maken, hè? Ik zie het al helemaal voor mij. Nou, als ik ooit nog zoveel geld verdien dat ik dat kan betalen, dan doe ik dat, hè? Dan koop je mij zo'n quad, hè? Dat lijkt me wel lang, hè? Dan kom ik mooi mee in de zomer mee naar het werk, ja? Ja, jong. Volkswagen caddietje met een aanhangertje erbij, gewoon eenassige. En dan kan ik mooi hem gas geven, hè? Zo, we gaan hem gas geven. Ja, jong, dat mooi. Dat lijkt me wel wat, hè? Maar goed, dat hebben we nou op dit moment niet, hè? Zand. Bijna bij Hoge Zand Sappemeer, hè? Maar dat is hoor. Zwaailampjes. Dat vind ik altijd mooi. Kijk, waterstofvrachtwagen. Ben je niet zo weg van, maar. Hé. Hey. Luimstra. Luimstra. Hé, hey, de brandweer. 2 containers staan er in een tango toespuit. Ja, ik heb hem vol voor achter mij zitten, hè, vrachtwagen. Dus ik ga hem een beetje gas geven, hè, want hij helpt me zo in. Gas op die krukas. Ah. Ik hoop dat we om 4 uur bij de gate zijn, anders wordt het later, hè. 6:30, 7:00. Als er nou een dikke ongeluk gebeurt voor ons, ja, dan zijn we zo'n 1/2 uur verder, hè? Weet niet, is er nou wat gebeurd?
2000. Ja, ga erop, meeuw. Zo, en dan pakken we die heen. Die is makkelijker, hè? Die geeft ook die brugmelding beter weer. Accepteer. Zo. Ongeval. Hoge zand. Zon weg. Hoge zand. Ongeval. Hoofdstraat. Nou, er is wel weer wat gebeurd. Windschoten was ook wat gebeurd, maar ik kan niet lezen. Laat me zien. Kijk vanavond wel weer. Hey. Nou, ruim de ding eens een keer op, man. Dat is helemaal niet nodig, ja. Man. Rijkswaterstaat, ruim je spullen op. Kijk maar, er is niks aan de hand hier. Het staat er allemaal voor niks. Het is alleen maar gevaarlijk en belemmerd. Ja, gevaarlijk en belemmerd, hè, voor het verkeer. Zij je wat voor niks, hè? Amateurs, u staat verbonden met de radio. Ja, welke radiostation bent u eigenlijk? Daar hoor je naar hem, joh, mooi. Hé, hey, nog een blauw-blauw. Voor mij. Ja, blauw-blauw. Brandweer. OVD. Officier van dienst, hè. Zal dat wel weer stemmen.